Ja, de resultaten van SBM Offshore die waren min of meer in lijn met de verwachtingen. Als je kijkt wat sommige analisten hadden, dan zou je kunnen zeggen dat dat ietsjes tegenviel. Maar bij SBM vind ik dat niet zo relevant, omdat ze voornamelijk hele grote projecten hebben. En dan hangt het net af van het tijdstip van oplevering of het min of meer mee of tegenvalt. Dus wat dat betreft niet al te veel druk maken om de consensus. Als we kijken puur naar de resultaten, was het natuurlijk een flink slecht resultaat. 40% omzetdaling, bijna 20% daling van het bedrijfsresultaat, de EBITDA. Dus dat is wel zwak, maar ja, dat was natuurlijk helemaal geen enkele verrassing, want ze hebben al lange tijd geen orders meer binnengekregen. Belangrijk is bij SBM dat ze uit twee delen bestaan. De ene kant is de turnkey, dat is het bedrijf wat de FPSO's en onderdelen ervan maakt. Dat zijn omgebouwde olietankers, drijvende opslag- en productiesystemen. En ja, daar is al de hele tijd geen opdracht binnengekomen, dus daar is flinke leegloop. Aan de andere kant hebben ze de lease and operate afdeling. Dat is de divisie die die olietankers of die FPSO's verhuurt. En daar gaat het juist redelijk goed. Die kon een deel van de teruggang bij turnkey opvangen. En het komt eigenlijk omdat SBM Offshore de afgelopen jaren, 3 jaar lang, flink geïnvesteerd heeft in FPSO's. Ze hebben er 3 gebouwd voor de lease portefeuille. Zo'n ding kostte ruim $1 miljard per stuk. Dus ja, er is de laatste jaren flink wat cash out gegaan. En nu komen die FPSO's geleidelijk aan in de vaart, of in productie zou je beter kunnen zeggen. De eerste, de Cidade de Maricá, die is in februari in productie gekomen. Dat was nog binnen het half jaar. De tweede die kwam net, viel net buiten het half jaar, in begin juli. Dat was de Cidade de Saquemara, die is nu in productie. En de derde, de Turritella voor Shell, die komt deze maand nog in de productie. En dat zal behoorlijk bijdragen aan de kasstroom. En het mooie van het resultaat van SBM Offshore is dat ze nu dus na jarenlang cash drains nu een positieve kasstroom hebben. En als je de investeringen er, of tenminste de dividenden en investeringen eraf haalt, dan kom je nog op een positieve vrije kasstroom zelfs uit. En dat verwachten ze ook voor het hele jaar. Met andere woorden, de moeilijke periode voor SBM Offshore is wat dat betreft voorbij. De balans is hersteld en ze kunnen nu ook weer geld uitkeren aan de aandeelhouders. Zeker in deze sector is daarmee SBM toch een behoorlijke uitzondering. Die sterke balans en die positieve kasstroom maakt het ook mogelijk om een mooi doseurtje voor de aandeelhouders te bieden. 150 miljoen aan aandelen wordt er ingekocht en dat is toch wel 5 of 6% van het aantal aandelen. Dat kan ook weer flink bijdragen aan de winst per aandeel. Kijken we nou wat de conference call vanochtend opleverde, dan zien we, vond ik het meest opvallend eigenlijk, dat op langere termijn de break-even kosten voor oliewinning bij deep water, waar die FPSO's van afhankelijk zijn, dus winning in de diepe delen van de oceaan, 2 kilometer diep ongeveer, dat die break-even kosten lager liggen dan voor schalieolie, waarvan juist zoveel verwachtingen zijn dat dat in de komende jaren zoveel toe zal gaan nemen. Dus met andere woorden, schalie hoeft helemaal geen bedreiging te zijn voor SBM Offshore. Maar het is natuurlijk wel zo dat nu die olieprijs zo laag is, veel oliemaatschappijen gewoon bijna alles uitstellen, want je hebt toch wel $60-70 olieprijs nodig om een deepwaterproject te starten. En bij 40-50 zal geen enkel oliebedrijf daarmee beginnen. Op langere termijn verwachten wij wel een verbetering. En SBM Offshore zegt zelf ook wel van dat we voor 2018 nog geen herstel moeten verwachten. Maar rond die tijd, in 2018, zal dat zeker wel komen. Dan zal er toch een balans zijn in de olie- en olieprijs. En dan zal, denk ik, de olieprijs toch meer richting de minimale productiekosten gaan. Saudi-Arabië heeft dan een groot deel van de markt uitgeknepen en dan is er inmiddels al honderden miljarden aan investeringen niet gedaan, waardoor er een tekort aan olie zal komen. Dus wat dat betreft, voor langere termijn ben ik erg positief over SBM Offshore en dat komt vooral door de waarde van de leasevloot, want daar is een orderportefeuille van bijna 18 miljard. Als je kijkt naar de omzet van SBM Offshore, dit jaar 2 miljard, 9 keer de omzet. Nou, daar zit de waarde van SBM Offshore. Ik heb een koersdoel van €15 en daar ben ik nog vrij voorzichtig mee. En ik heb het aandeel natuurlijk op aanbevolen staan.